Een klassiek Frans recept, zeewolf Nantua. Daarvoor maken we eerst de slagroomsaus. Daarvoor gaat slagroom, de schaaldierenfond, wat wijn en cognac in een pan. Dit laat je een beetje inkoken totdat je wat dikkere saus krijgt. Vervolgens breng je de zeewolf op smaak met peper en zout. Dan verhit je boter in een koekenpan. En daarin bak je dan de zeewolf in 6 tot 8 minuten mooi bruin. Hij is dan bijna gaar. En halverwege keer je dan de filets om. En de zeewolf serveer je dan op een bedje met gewassen waterkers. Eventueel voeg je daar natuurlijk een vinaigrette aan toe. Daarop gaat de zeewolf, gevolgd door de gepelde garnalen. En je maakt het af. Met de slagroomsaus. Eet smakelijk.